Nu ja, in de volgende sessie ga ik een paar gedichten verlezen. En ik ga me natuurlijk begeleiden op gitaar. Ik heb de gedichten zelf geschreven. En het gaat natuurlijk over mijn weg. Vervloekt en verdomd zij het leven. Vervloekt en verdomd zij het leven. Een God die nooit echt heeft bestaan, vindt zij door de zin van haar leven. Een scholing die verder zal gaan, met een God op het strand, het graf in het zand, een priester alleen aan de waterkant. Zij is op zoek naar een woord voor de liefde die ze voelt. Zij is op zoek naar de man die haar God heeft vermoord, die het goed heeft bedoeld. Zij voelt zich eenzaam en verloren. Zij wil op reis en met hem mee. Zo graag bij hem horen, met hem dansen, met hem kussen, met hem vrijen bij de zee. Een ring aan haar vinger, daar droomt ze van. Zorgeloos en vrij wil zij door het leven. Zij wil dat meisje zijn, die vrouw van zijn spreken. Zij wil zijn geliefde zijn, de droom van zijn preken. Zij wil voor altijd bij hem zijn, elke dag, elke nacht in zijn armen, hem verwarmen. Voor altijd bij hem zijn. Vervloekt en verdoemd zij het leven. Een God die nooit echt heeft bestaan, vindt zij door de zin van haar leven. Een scholing die verder zal gaan.